dames en heren. Wacht even, ik heb hier een korte reactie. Wat? Ja. Nee, ja, ik ken jullie al. Jullie hebben alleen maar hele diepe gesprekken, dat weet ik. Maar ik wil even de vierde band aankondigen. Hoe heet ze dan? Nou, dan ga ik zo even op mijn briefje kijken. Dat ben ik al lang weer vergeten. Maar hij weet. Weet jij hoe de band heet? Het staat niet op volgorde, maar goed. Ja, oké. Nou, dit was niet mijn beste interview. Jij bent Thomas, of niet? Wie? Ja, nou, ik vind Thomas heeft sowieso een mooiere baard dan ik heb. Ik vind jouw baard ook heel mooi. Ah, dat is wel aardig van hem. Hij is ook een stuk knapper, hij heeft ook meer haar. Maar ik weet niet wie het hardst kan schreeuwen, daar gaat het nou even om, hè? Meer haar wel, maar ik vind jou ook heel knap. Ik ben blij dat ik niet meer in de jury zit, dan had ik me helemaal laten overkomen. Maar we gaan, volgens mij gaan we schreeuwen, of niet? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, daarom. Kunnen we een beetje wakker worden, Slag op Paaspop? Wordt het tijd voor een beetje knetterende herrie, of niet? Kom op, jongens! We gaan beginnen! Ik zeg, kondig jezelf aan. Hi, ik ben Thomas. Wij zijn This Is My Happy Face. Let's go! Hey! Walk this back yourself.
Ja, leuk, nog steeds. Oh, nou. Oké, laat maar gewoon dagen met de ponden. Joe and Dio.
Doors. En voor jullie. Voor jullie. Oké, deze is voor de dames in de zaal. Deze dames, ik zie het goed. Ik kan het goed. Allemaal roken. Dames, dank jullie horen. Oké, dit volgende liedje gaat over een gast. En dat is die gast die jullie allemaal hebben waarschijnlijk wel tegengekomen. Die ene gast die denkt, yes, laat ik even een vette openingszin zin plaatsen om een meisje te versieren. En ik weet zeker dat jullie me allemaal gaan ontmoeten. Dit liedje gaat over die gast. Hij had de beste openingszin en ik weet het niet meer zo goed. Daar gaat het liedje over, dat ik het niet meer weet. Bij deze. Oh no. Elephant! Jongens, vermaken jullie nog een beetje? Hey!
Oh. Oké. Okay. Met 10 minuten alweer terug.